Er zijn vele verschillende soorten stofzuigers verkrijgbaar. Voor gladde vloeren, voor tapijt, voor een combinatie daarvan. Goedkopere beginnen al bij een paar tientjes en de duurdere modellen kosten een paar honderd euro. Maar waar moet je nou precies op letten als je er een wil kopen? Het meest bekende type stofzuiger is het Schlede-model, die je al vanaf een paar tientjes kan kopen. Woon je alleen of heb je een klein huishouden, dan kun je vooruit met een simpele, goedkopere stofzuiger. Goedkopere stofzuigers zijn vaak niet slecht, wel beperkt. Denk bijvoorbeeld aan de actieradius. Die is gemiddeld zo'n 7,5 meter. Dat is van het stopcontact tot aan de zuigmond. Ook het volume van het stofreservoir is beperkt. Ook kun je opties missen als de verstelbaarheid van de zuigbuis. Vervelend voor lange mensen. Heb je een wat groter huishouden met bijvoorbeeld kinderen en huisdieren? Ga dan voor een wat duurdere stofzuiger. Deze hebben een groter stofreservoir en een grotere actieradius. Gemiddeld zo'n 10 meter. Heb je bijvoorbeeld huisdieren, dan heb je extra zuigkracht nodig om de haren van je huisdier uit het tapijt te krijgen. De zuigkracht van een stofzuiger is niet hetzelfde als het wattage. Het wattage geeft alleen aan hoeveel stroom er nodig is om de benodigde zuigkracht te kunnen genereren. Dat wil dus zeggen dat een stofzuiger van 1500 watt niet minder hoeft te presteren dan een stofzuiger van 2200 watt. Bedenk ook, hoe meer wattage, hoe meer energieverbruik. Informeer altijd naar de effectieve zuigkracht in verhouding tot het wattage. Ook voor huishoudens met verschillende soorten vloeren is het belangrijk om een duurdere stofzuiger aan te schaffen. Kies er een met zuigkrachtregeling. Dat kan mechanisch op de steel, maar beter is het als het elektronisch kan op de stofzuiger zelf. Op een gladde vloer heb je namelijk minder zuigkracht nodig dan op een tapijt. De laatste trend bij stofzuigers is het verlagen van het geluidsniveau. Vind je dat belangrijk? Het staat aangegeven in decibels. Kijk naar dB of dBA. Hoe lager het getal, hoe stiller de stofzuiger. Een gemiddelde stofzuiger produceert zo'n 85 decibel. De nieuwe stillere stofzuigers niet meer dan 65 decibel. Behalve het Schlede-model heb je nog twee typen stofzuigers. De steelstofzuiger en de stofzuigrobot. Over beide valt wat te zeggen. De steelstofzuiger heeft het stofreservoir aan de steel zitten. Hierdoor hoef je geen zwaar apparaat achter je aan te trekken. Door dat extra gewicht op de steel wordt stofzuiger wel een stukje zwaarder. De stofzuigrobot heeft zijn populariteit nog niet bewezen. Voor zakelijk gebruik biedt de ketelstofzuiger uitkomst. Dit type stofzuiger kan overweg met natte en droge oppervlakten. Ze zijn een stukje groter en hebben een stofreservoir van soms wel 25 liter. Dit type stofzuiger is vooral goed in te zetten in kantoren en voor mensen die in de bouw werken. Voor een normaal huishouden zijn ze zeer onpraktisch qua grootte. Bovendien zijn ze duur in de aanschaf. Ten slotte nog een paar tips. Je hebt stofzuigers met een stofzak en je hebt stofzuigers met een permanent stofreservoir. Voor beide valt wat te zeggen. Kies je voor een stofzuiger met stofzakken, dan moet ik je er wel op wijzen dat ze redelijk prijzig zijn. Ook kan het lastig zijn om telkens de juiste maat stofzuigerzak te vinden bij de juiste stofzuiger. Kies je voor een stofzuiger met een permanent stofreservoir, dan ben je goedkoper uit omdat je geen zak hoeft aan te schaffen. Let wel, dit type stofzuiger zuigt minder goed en maakt meer lawaai. Bovendien kom je sneller in aanraking met het stof dat je zojuist hebt opgezogen. Ben je allergisch voor stof? Kies dan voor een stofzuiger met een luchtfilteringssysteem. Deze filtert de lucht voordat hij de stofzuiger uitgaat. Hou je bovendien niet van vieze luchtjes, dan zijn er zelfs stofzuigers met een luchtreinigingssysteem. Kort samengevat, koop je dus een stofzuiger, bedenk dan goed wat voor type huishouden je hebt. De actieradius is van belang bij grote huizen. De zuigkracht is van belang bij grote huishoudens met kinderen en huisdieren. Koop in het laatste geval altijd een stofzuiger met een instelbare zuigkrachtregeling. En als laatste, bedenk of je een stofzuiger wil met stofzuigerzakken of met een permanent stofreservoir.